Een paar maanden geleden was Brawl Stars nog een dode game en nu is het ineens een van de populairste games op dit moment. Hoe kan dit? Laten we beginnen in 2023, want toen werden de hypercharges in de game gedaan. Deze waren veel te goed en ze zaten ook maar op bepaalde knokkers en als je die knokkers niet had, ja dat was een probleem. En ze waren ook nog eens veel te duur. Maar er kwamen veel meer hypercharges bij en dus was het probleem er niet meer dat er te weinig knokkers met hypercharges waren. Maar dit was niet de grote reden dat Brawl Stars populairder is geworden. Een van de grootste redenen is ook dat Brawl Stars samenwerkingen doet, bijvoorbeeld met Line Friends en Baby Shark. En natuurlijk dat YouTubers er video's over maken. En ze voegen tegenwoordig ook heel veel skins toe en er zijn ook heel veel mensen in de Brawl Stars community die gewoon alleen om skins geven, die boeien trofeeën en updates helemaal niet. Die vinden de skins gewoon heel vet en daardoor gaan mensen ook meer dingen kopen, waardoor Brawl Stars weer meer budget heeft om leuke dingen te doen. Nou ja, leuke dingen, natuurlijk updates en zo en meer geld in te steken, zoals collabs bijvoorbeeld, en dan kunnen ze dus groter groeien. Brawl Stars voegde natuurlijk ook de Godzilla game mode toe en die deed het ook heel goed, want het was ten eerste gewoon een leuke game mode samen met de mutaties en het had ook nog goede rewards en mensen gaan meer met vrienden spelen door de club. En ik denk dat het algemeen wel bekend is dat je langer door blijft spelen als je met vrienden speelt en ik neem aan dat je in een club zit met vrienden, dus dat was een heel erg goed plan van Brawl Stars. En je speelt natuurlijk ook langer door om die eieren te krijgen, die monster eieren, ook al was dat met Stardrops en dozen misschien ook zo, maar het is deze update ook weer heel goed uitgepakt. En wat natuurlijk ook meespeelt in het groeien van Brawl Stars is alle opties en features die zijn toegevoegd aan de game, zoals de Megapick. En je weet waarschijnlijk wel hoe de Megapick werkt, maar ik zal het nog even uitleggen. Want natuurlijk met de club moet je dan superveel spelen om al die winst te halen. En dan speel je ook weer met vrienden. En dat is natuurlijk handig, want dan speel je langer. Want met vrienden speel je dus langer door. En die game modes waren ook superleuk. En natuurlijk de rewards aan het einde waren nog leuker. En je wilde natuurlijk die hele Megapick vol. En dan moet je dus zo erg lang spelen. En je kon ook, wat heel slim was van Brawl Stars, nadat je zeg maar had gespeeld, dan kan je alsnog je tickets met een andere club mee, dus een clubmaatje of ik weet niet hoe je dat noemt, andere clubspeler, kan je die opmaken en dan kan je dus langer doorspelen met vrienden, ook al heb je geen tickets meer en dat is super slim. En de Megapick was natuurlijk niet pay to win en je had eigenlijk gewoon een actieve club nodig om de Megapick helemaal vol te krijgen, zoals hier. En ja, dan heb je natuurlijk vrienden nodig en daar speel je langer mee. Brawl Stars voegde ook een nieuwe game mode toe, namelijk 5 tegen 5. En dit was heel leuk, want heel veel games die hebben ook een soort van 5 versus 5 game modes of 3 versus 3, maar dat heb je in Brawl Stars niet, of 3 versus 3 wel, maar niet 5 versus 5. Bijvoorbeeld Fortnite, die heeft ook meerdere game modes, maar dat heeft Brawl Stars niet en nu hadden ze het dus wel. En als ik echt de hele tijd zeg, ik zeg echt een hele video, maar dan speel je dus ook met vrienden en daar speel je langer mee. En deze game mode maakt ook heel veel mensen hyped en dat is ook heel handig voor het groeien van Brawl Stars natuurlijk. En ze hebben natuurlijk ook ranked toegevoegd en dat deed het zo ongelooflijk goed. Daardoor hebben ze zoveel spelers erbij gekregen. Dat was denk ik ook ongeveer het begin van de populariteit van Brawl Stars. Heel erg veel mensen speelden ranked en het was ook veel makkelijker dan Power League. En echte pro's die konden daarna dan ook natuurlijk door naar weer het Power League format en dan kunnen ze Masters doen. Maar voor de normale speler die misschien niet heel veel kracht 9 heeft, dan kunnen ze ook gewoon tot Diamond komen, maar daarna moet je natuurlijk wel hoger zijn. En er zijn geen bad randoms in ranked en dat vond ik heel grappig. Ja, het is natuurlijk nu laat de update. Ik voel alsof ik een soort update video aan het doen ben, maar dat ben ik niet. Ik ben aan het analyseren. De Brawl Talk van ranked had natuurlijk ook echt zoveel views. 20 miljoen views zelfs. Dat is echt insane. Dat bewijst ook maar weer hoe groot en cool de Brawl Stars community was. En deze ranks waren natuurlijk ook heel vet. Want ja, je kon gewoon Gold 3 en zo halen. En dat konden normaal spelers niet. En de mutaties waren natuurlijk ook gewoon insane. Want je kon gewoon een rank 30 pushen als je een noob bent. Bijvoorbeeld met Rico en Ruffs. Volgens mij dan kon je gewoon een minuut in de storm overleven. Ja, dat was natuurlijk insane. En heel veel nieuwe spelers zijn ook gewoon gaan spelen voor de mutaties natuurlijk. En ze zouden ook gewoon nieuwe dingen zoals mutaties in de toekomst kunnen gaan doen, en dat is best wel interessant. Dus ik hoop dat ze meer soorten mutaties gaan doen. En ook heel belangrijk is dat de Brawl Stars makers heel goed luisteren naar de Brawl Stars community. Dus ze gaan er echt heel goed mee om. Ze doen bijvoorbeeld ook stemmen. Ik had zo'n post gezien van 200.000 likes en je krijgt allemaal 2 monster eieren. Nou, dat is gehaald en dat is heel fijn. En dan maak zeg maar ook gewoon contact met de Brawl Stars community. En je kan ook kiezen voor duels en volleybal en zo die in de games komen. En dat is allemaal heel handig, want dan hebben mensen echt het gevoel dat er naar zich geluisterd wordt. Dus de Brawl Stars spelers in dit geval. En ze voegen ook hele coole dingen toe. En ze maken gewoon goed contact met de community. Ze doen ook eigenlijk alsof ze in de community zitten, dat Brawl Stars kanaal. Dus dat is echt vet. En je hebt natuurlijk ook iconen. Dat is Dani en Frank. Bijvoorbeeld Dani Piper en zo. Dat zijn allemaal hele leuke ideeën. En je hebt gewoon het gevoel dat je een soort contact hebt met die mensen.
mensen. En dat is echt heel vet. Daarom werkt het ook denk ik heel goed. Dus zeg maar de connectie tussen de game en de, zeg maar, de community. En dat was eerst volgens mij niet echt zo. Maar nu hebben ze dat dus heel goed gedaan. En natuurlijk ook een grote factor in de groei van Brawl Stars. De gratis dingen. Want je krijgt zoveel gratis dingen tegenwoordig in Brawl Stars. Bijvoorbeeld squadbussen, Shady en zo. En al die gratis rewards. Het is echt heel fijn. Want spelers die krijgen gewoon gratis dingen als ze blijven spelen. En dat is natuurlijk heel handig. Want dan kom je natuurlijk elke dag weer terug in de game. En dan heb je ook het gevoel dat je daar iets voor doet. Dus niet dat je elke dag weer speelt. Want pushen vind ik persoonlijk wel een beetje saai. En je komt dus elke dag terug voor die rewards. En dat is wel heel handig. En het is gewoon leuk dat ze elke keer opnieuw een andere manier hebben, zeg maar, om die rewards te brengen. Dus de ene keer is het in monster eieren, de andere keer in star drops. En dan weer in de kerstcadeaus en zo. Want dat is ook wel leuk. Brawly days en zo. Dat vind ik ook heel leuk. Misschien zouden ze heel veel rewards, zeg maar, kunnen geven. Maar dan niet hele goede rewards. Want ik heb soms het gevoel dat deze rewards net iets te goed zijn. Want we hebben al de mega pick en zo. Ook alle nieuwe knokkers hebben een hele grote rol gespeeld in het succes van Brawl Stars. Want er kon natuurlijk elke maand, elk seizoen, ongeveer 2 knokkers uit. En dat is natuurlijk super leuk. Want iedereen wil dan die nieuwe knokker. En dan speel je weer super lang. En iedereen probeert ook die knokker super hoog te krijgen. Zodat ze misschien eerste van de wereld of zelfs van hun land kunnen staan. Dat wou ik eigenlijk andersom zeggen. En er komt volgens mij weer een nieuwe knokker uit. En die heet Draco. Of Draco, als ze het in het Nederlands wil zeggen. Maar ik ben toch benieuwd wanneer ze een keer gaan stoppen met knokkers releasen. Misschien doen ze dat bij de 100. Want het worden er wel echt heel veel. 80 knokkers is echt veel. Dan moet ik allemaal, zeg maar, uit mijn hoofd gaan leren. Dat weet ik eigenlijk wel. Ik ken ze allemaal. Maar dat boeit niet. Want als je een nieuw speler bent, kan je ze nooit allemaal uit je hoofd leren. En dan komen er de hele tijd weer bij. Dus ik denk dat ze bij 100 knokkers, nou ja, 100, misschien 120 of zo wel gaan stoppen. Maar het kan niet verder gaan. Want ja, dan krijg je er gewoon te veel en dan wordt het saai. Dus ik ben heel benieuwd wat voor een update of wat ze daar dan voor gaan doen. Want ik denk dat ze wel weer iets heel goeds gaan bedenken. Wat de game natuurlijk weer super populair maakt. En dat ze wel heel erg vet zijn. Het enige wat er dan nog mee kan gebeuren, zeg maar, met Brawl Stars, hoe ze nog populairder kunnen worden. Nou, dat hangt niet echt af van Brawl Stars zelf. Dat is een soort van partnership met YouTubers gaan doen. Maar dat meerdere YouTubers en meerdere mensen, zeg maar, commentary video's of gewoon de game gaan spelen. Zoals MrBeast dat had gedaan, die Squid Game video. Dat was zijn meest populaire video en daar zit Brawl Stars in. Dat moeten ze eigenlijk meer gaan doen, want dat zou echt heel erg goed zijn voor de populariteit van Brawl Stars. Dan weten ook veel meer mensen, zeg maar, hoe het gaat. Want er zijn heel veel Spaanse YouTubers, volgens mij, die zijn het gaan spelen en daardoor is het ook heel erg populair gaan worden. Nou, als dat nou in elk land doen, want er zijn natuurlijk heel veel landen, en als in elk land er nou een Brawl Stars YouTuber wordt, of meerdere zelfs, zoals in Nederland, dan zou dat echt heel erg goed kunnen zijn, want dan zou het zo populair worden als er in elk land zo'n Brawl Stars YouTuber kunnen zijn. En er moeten natuurlijk ook populaire Brawl Stars YouTubers zijn. Ik had serieus niet verwacht een paar maanden geleden dat Brawl Stars ineens super populair zou worden, want volgens mij iedereen in Nederland speelt Brawl Stars gewoon op dit moment, tenzij je heel oud bent, boven de 20 waarschijnlijk niet, behalve Joran, want die is waarschijnlijk wel boven de 20. Maar ja, iedereen gewoon speelt het. Elk kind volgens mij in Brawl Stars speelt het. In Nederland bedoel ik, en dat was met Among Us natuurlijk ook zo, dat heel veel mensen het gingen spelen en dat het daarna dood ging. Maar het is nu best wel consistent, dus het is al heel lang, zeg maar, best wel populair. En dat is natuurlijk heel fijn, want ik hoop dat het consistent blijft voor een jaar of zo. Dat zou heel fijn zijn. En dat is eigenlijk hoe Brawl Stars heel erg populair is geworden. Dus abonneer en doei. Comment trouwens jouw ideeën over Brawl Stars en hoe het populairder kan worden.